heb jij wel de hele wedstrijd zitten kijken? Want dat was op zaterdagavond namelijk live. En tegelijkertijd heb je zitten kijken naar de Gay Pride, hoor ik vanochtend op de radio. Nee, Gay Pride heb ik zitten kijken gisteren. Oh, heb je gisteren zitten kijken? Bij de... Ja, Avro, bij de Avro, hè? 40, 45 minuutjes heb ik naar die keeper. Ja, ik dacht dat het gelijk dat viel was ongeveer. Geen reclame voor die homo's, hè? Nee, 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 die maken geen reclame voor zichzelf. Kijk, als je al op het punt staat om homo te worden... dan ga je na drie kwartier Gay Pride kijken, dan zeg je, nou, hier heb ik geen zin in. Dat doe ik het niet, hoor. Om met je 40ste nog met een witte onderbroek zeg maar op zo'n boot te staan 5 uur lang. Nee, dat is geen reclame. Er zijn heel veel homoseksuele mensen die boos zijn. Die zeggen, je bent het of je bent het niet. Daar heeft dat niks mee te maken dat je dan opeens nog homoseksueel wordt. Maar ze moeten ook wel begrijpen dat je leert ook op een gegeven moment een vriend kennen. Ja. En die vriend, als jij dan op die boot staat en je neemt hem mee... Kijk, die jongen heeft daar misschien ook geen zin in, weet je. Die gaat dan wel mee, maar... Nee, ik heb zitten kijken, maar ik was toch wel weer zo ver... dat ik was eigenlijk aan het kijken naar Manchester United tegen Chelsea. Chelsea Shield. En ja, dan blijf ik toch hangen. Ik wil ze toch allemaal voorbij zien komen, die mafketels.